Yo, Gianon hier en welkom terug bij deze nieuwe aflevering van F1 2020 My Team Career Mode voor de laatste race in seizoen 2. Heb jij aflevering 19 in Japan gemist, zou ik die eerst even terugkijken voordat je deze gaat zien. Dat kan rechts boven het i'tje, klik erop en dan zie jij die aflevering verschijnen. Ben je nieuw op mijn kanaal, abonneer dan voor meer. En schakel ook een lekker belletje aan, zodat jij geen enkele video meer van mij mist. Like die video als je hem leuk vond, of dislike hem als je hem niet leuk vond. Volg me even op de sociale media, mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. We hebben heel veel geld, $27,41 miljoen. En Russell is 92 rating, dat is heel goed. En van die $27 miljoen, ja, gaan we alle perks, noem ik het eventjes, upgraden. En we krijgen er een zeldzame achievement voor. Mooi, dus we kunnen nu tijdens interviews kunnen we meerdere antwoorden geven tegelijkertijd. Dat is heel goed. Ik kan ook nog wat gaan investeren in de faciliteiten. Want we hebben gewoon $24,5 miljoen tot onze beschikking. Twee in ieder geval van de power unit. En ik vind het zo wel mooi. En dan ja, gaan we gewoon lekker door voor de kwalificatie voor de laatste wedstrijd in seizoen 2. We zijn inmiddels aanbeland bij de kwalificatie voor de Grote Prijs van Brazilië. De laatste wedstrijd van seizoen 2. Hopelijk kunnen we de pole position pakken. Dat zou gaaf zijn. Ook een leuk begin van een, ja, leuk eind hoop ik. Maar goed, de eerste bocht verpesten we een klein beetje. We schieten wat te ver door. En de exit bij bocht nummer 3 is ook helemaal weg. Kevin Magnussen zet een 1.97 neer. Dat is tot nu toe de snelste tijd in Q1. Bottas zet een 1.75 neer. En wat zetten wij zometeen neer? Het is in ieder geval geen 1.75, maar een 1.90. Dat is niet goed. We staan nu ook op de rand, ja, om door te kunnen mogen naar Q2. En dus moeten we wel een nieuwe ronde starten. Het is wat bewolkt te gaan worden hier ook. In de race kan er regen ontstaan tegen het einde van de wedstrijd. Dus daar moeten wij voor oppassen. 14e eronder. Dat is heel goed. Van onze eigen tijd. We komen bij start-finish. En het is een P6. Met een 1.80. Dat is dus voldoende om door te kunnen komen naar Q2. En ik ga mijn run op de soft banden proberen te zetten. Kijken of dat goed lukt. En dan is het zo meteen bij start-finish kijken wat wij voor tijd gaan rijden. Ik weet niet wie de snelste tijd toen net had. Volgens mij Alexander Albon. DRS geopend. Wat kortere lijn nemen na start-finish. En we pakken P1 af van Albon met een 1.79. Dat is heel goed om te zien. Q3 inmiddels. Top 10 kwalificatie. En nu gaat het erom draaien. Track limits waarschuwing. Maar dat is helemaal geen probleem. Bochtafsnijding. Helaas. Maar ja, we krijgen er maar een waarschuwing voor. Dat is gewoon oké. Okay. En ik doe dat dus om te zorgen dat we een snelle eerste sector, ja, krijgen. Wat ook de bedoeling is. Kom aan bij de laatste paar bochten. Met onze laatste tijd volgens mij. Want ik ga denk ik naar deze run ga ik het voor gezien houden. We zien gewoon dan waar we staan. En is het de pole position? We komen bij start-finish. Het is voorlopig de pole. Verstappen achter ons. En Verstappen is een tiende harder gegaan.
Dat is jammer. Maar goed, we staan op de eerste startrij naast Max Verstappen. En Verstappen kan misschien nog wereldkampioen worden. Want die heeft een paar plekken voorsprong op de grid dan Valtteri Bottas. We gaan het allemaal zien wat het gaat worden voor de laatste wedstrijd van seizoen 2. Voor carrière aflevering 20 hier in Brazilië. Formula 1 returns to Sao Paulo once again with the stage set for what promises to be another classic Brazilian Grand Prix. Sebastian Vettel famously clinched his third championship here in 2012. And in 2016, Max Verstappen treated us to one of the finest wet weather drives of all time. Interlagos, always a very special race here in Brazil. It's a 2.7-mile circuit with 9 lefts and 6 rights for a total of 15 corners. The fastest lap today should have an average speed of around 135 miles per hour, if, of course, the weather stays dry until the end of the Grand Prix. And so, for one final time this season, Anthony Davidson joins me in the commentary box. Well, the winter break is looming once again. No doubt many of those teams already have their eyes firmly on next season. But there's still work to be done here. Still championship positions to decide, which can make a big difference to the prize money. So no one's going to be taking their foot off the throttle just yet. Before we begin, let's take a quick look at the grid lineup for today's race. Young superstar Max Verstappen starts from pole position, and the professor completes the front row. Looking down the rest of the grid, we have Sainz, Gasly, Lewis Hamilton, and Leclerc, Albon, Norris, Bottas, and Daniel Kvyat, Vettel, Ricciardo, Lance Stroll, and Russell, Perez, Ocon, Kimi Raikkonen, and Roman Grosjean, Giovinazzi, Magnussen, De Vries en Nicolas Latifi. En nu is het tijd om head down. We zijn bij de grid. En dan gaan we gewoon beginnen voor de laatste wedstrijd in seizoen 2. Met onszelf op P2. Voor ons Max Verstappen. En we zijn onderweg. En we komen al beter weg dan Verstappen. Pakken al gelijk de leiding in de eerste bocht. Verstappen remt daar nog wel laat. Maar wij hebben de binnenkant. En dat is heel mooi gedaan. Gelijk toegeslagen bij de start. En nu die leiding zien te proberen vast te houden. Verstappen valt daar wel terug aan. Wij blokkeren die binnenkant. Hij kan nergens naartoe. En dadelijk kan Carlos Sainz aansluiten bij hem. En we moeten nu een zo groot mogelijk gat zien te trekken naar Max. Ronde nummer 3. En Verstappen zet een 1.10.5 neer. Dat is 14e sneller. Hij keek daar nog wel aan die binnenkant. Dat had ik niet verwacht. Want ik gooide die deur daar ook dicht. En Verstappen heeft DRS. Kijkt naar de binnenkant. Ook Carlos Sainz zit te kijken. Verstappen heeft die leiding veroverd. We remmen laat naar hem toe. En hij heeft een voorvleugelschade. Dat zag ik aan zijn wingendplate. En dat is niet goed voor Max. Want hij is nog in een titelstrijd verwikkeld met Valtteri Bottas. 15 punten is het verschil met Verstappen en Bottas. En als Verstappen naar binnen moet, dat betekent dat game over voor onze landgenoot. Carlos Sainz heeft zoveel snelheid in zijn McLaren. Rijdt er ook gewoon naartoe. Maar kan niet aanvallen. Kijk daar nu wel naar die buitenkant. We remmen wat later. En de leiding nog steeds heroverd. Pierre Gasly is naar P3. Verstappen nog niet naar binnen geweest. Voor een nieuwe neus. Hamilton op P5, Verstappen op P4. Excuseer, mijn fout. En Hamilton op die medium band. Daar zit dan Carlos Sainz te kijken, maar hij kan niet naar links. Want hij dacht er voorbij te gaan aan de buitenkant, maar daar reden wij al. Dus hij moest even afremmen. We zitten inmiddels in ronde nummer 7 van de wedstrijd. Ongeveer een kwartiertje, 10 minuten, verwachten we lichte regen. Dat kan de boel opschudden. En Hamilton is Verstappen nu wel voorbij gereden. Ronde nummer 12, tegen het eind van ronde nummer 12, begin ronde nummer 13. En het is bewolkt te gaan worden.
De pitwindow is open. Gasly kijkt daar naar die buitenkant. Maar wij verdedigen scherp. Wat leuk is, vorig jaar in real life was Monmax de wedstrijd. En Gasly finishte toen op P2. Nu zijn Gasly, ik en Lewis Hamilton in gevecht voor de winst en podiumplekken. Dat was ook in 2019. Heel opvallend. Ronde nummer 13. En Lewis Hamilton is ons voorbij gereden. We remmen laat naar hem toe. Raken elkaar. Maar die bocht was voor mij. En hij moest op de rem gaan staan. Er zijn een aantal jongens naar binnen gedoken. Ik weet niet of dat slim is. Omdat de regen elk moment kan komen. Want de bewolking is gewoon aan het toenemen. En het is hier gewoon donkerder geworden in Brazilië. Hamilton kan niet aanvallen. Gelukkig maar. Maak wel een klein foutje. Schiet hier iets te ver door. Daar zit Lewis aan de buitenkant. Maar hij moest ons ontwijken. Anders had hij een voorvleugel schade. En dat is niet goed voor de Brit. Hamilton naar binnen gedoken in ronde nummer 16. We gaan nog even door en kijken wanneer die regen eraan komt. De banden zijn er nog niet aan. Ze hebben het wel zwaar, maar ze zijn er nog niet aan. Gelukkig. It's gonna stay dry for much longer. The rain could come at any moment. Watch out, dry seem like the best tire for now. De regen kan op elk moment komen, zegt Jeff. En daar is de regen dan in ronde nummer 18. Lichte regen tot nu toe. Het druppelt hier wat in Brazilië. Op de halo kunnen jullie dat zien. En op de lens van de camera. Ja, van de onboard camera kan je dat zien. En Gasly en Co, oftewel de rest, zijn allemaal naar de harde band gegaan. Dat is zo dom. Heel erg dom. En ja, Jeff heeft gelijk. We zijn nog niet voorbij de changeover point. Ofwel het kruispunt van het bandenwisselen naar intermediates. En we gaan nu ronde nummer 19 alweer in. We zitten nu over de helft. Een ronde later in ronde nummer 20. En we duiken naar binnen voor onze laatste pitstop in ronde nummer 20. Met nog 16 ronden te gaan duiken wij naar de intermediates. We geven de leiding uit handen aan Pierre Gasly. En waar komen wij terecht? Ik denk achter Lando Norris. 2,1, dat is een goede pitstop. Wel een klein beetje moeite met de tractie. Dat scheelde helemaal niks. Anders hadden we gewoon een voorvleugel kwijtgeraakt. Bij het uitkomen van de pitstraat, dat zou nog eens een blunder zijn geweest. Maar we hebben die auto heel mooi gered. Goed werk. Zo mag ik het zien. En we komen achter Valtteri Bottas terecht. En Jeff adviseert ons om naar Mix 3 toe te gaan. En als het zo eindigt, dan is Bottas wereldkampioen in seizoen 2. Gasly, Hamilton, Leclerc en Norris duiken naar binnen voor intermediates. Bottas en Sainz gaan nog een ronde door. George Russell is ook naar binnen gedoken. En wij zien Bottas en Sainz moeite hebben met tractie, dus we moeten ze zo snel mogelijk voorbij. We remmen ook gewoon een heel gat naar hun toe. Hebben we een wat wijdere lijn bij Bottas? Nee, helaas, we kunnen niet aanvallen. Dan moeten we het zo meteen proberen bij de volgende hairpin. Hier aan die binnenkant kijken, gelijk toeslaan bij Bottas. Hij laat gelukkig ruimte over. En dat is heel mooi om te zien. Dan heet de volgende Carlos Sainz. En die heeft het o zo lastig. DRS is nu ook
gedisabled. Activeert. Ik weet niet of je het goed zegt, maar dat boeit ons helemaal niks. Sainz heeft het moeilijk. We kijken hier aan de buitenkant. Een hele mooie inhaalactie. Volgens mij had Max hier in 2016 een inhaalactie gewaagd op Esteban Ocon in de regen in Brazilië. En wij doen het er gewoon eventjes na. Heel mooi om te zien. En Sainz en Bottas duiken naar binnen, denk ik, voor hun laatste pitstop. Ronde nummer 31. Het is gewoon flink nat geworden. En in de tussentijd heeft Gasly dat gat helemaal gedicht. Dat gat was eerst 8 seconden. Dat is nu 3/10 geworden. Gasly geeft nog niet op, hoor. Die kan de wedstrijd nog gaan winnen. Maar daar willen wij een stokje voor steken, gelukkig. Als het kan. Hoop dan maar. Gasly kijkt naar die buitenkant. Wij gooien de deur dicht. Het gat is 2/10 ongeveer. De Leclerc naar P4. Heel goed gedaan, vind ik. Zit maar net achter Lewis Hamilton. En wij moeten ons koppie koel houden. Letterlijk en figuurlijk. Nou, we hebben voldoende energie. Gebruik je overtake button, adviseert Jeff. We moeten voorzichtig doen, want we kunnen zomaar in één keer de auto kwijt raken. Wat ook in Japan een aantal keer gebeurd was. Hopelijk dat het niet in Brazilië voorkomt. Het gat is 19e naar Gasly. En 5,8 seconden naar Lewis Hamilton toe. Een seconde is het nu naar Pierre Gasly. Dus we rijden wat weg van de Fransman. Laat maar, het is 2/10 inmiddels. Want Gasly zit er weer bovenop. Een beetje moeite met de tractie. Gasly valt daar aan. We knijpen hem af, maar het is niet genoeg. Hij durft niet. Hij durft niet laat in te remmen. En ik denk dat dit hem is. Dat dit Gasly zijn enige kans was voor de overwinning. Want er zijn hier nou nog maar 300 te gaan in de wedstrijd. Gaat naar Lewis Hamilton is 4,7 seconden. Als het zo eindigt, dan is Valtteri Bottas wereldkampioen volgens mij. In seizoen 2. De laatste ronde loopt in Brazilië. Het was een leuke wedstrijd tot nu toe. We hebben wel een achterblijver in beeld, zie ik. Volgens mij is dat Nicola Latifi. En de banden zijn er ook wat aan, hoor. Dat kan je zien bij dat gele emmetje daar. Rechts onder in beeld. Dat betekent dat de banden bijna op zijn. We moeten nog alleen even van Pierre Gasly zien te verdedigen. Als dat lukt. Hij zit er wel heel dicht op. We komen daar richting de laatste bocht. De DRS is in één keer weer beschikbaar geworden. We maken een klein foutje. Is dat fataal? Dat is niet fataal, gelukkig. Wij winnen de laatste wedstrijd in seizoen 2 in stijl. En dan gaan we ons opmaken voor seizoen 3. What a season. Great work this year. Really great work. It's been hard at times, but we've come through. And so the celebrations begin, and well earned they are indeed. It may have looked simple at times, but as any racing driver will tell you, competing at this level, at the very top, is anything but simple. There's no catching them now then. We have a new World Drivers Champion. Victory today then, but bittersweet emotions I'm sure, as the championship slips through their fingers. Even so, what a fantastic final race of the season this was. Tell me, Ant, how do you think they were able to deliver such an incredible result today? Well, I think it was clear what the main contributing factor out on the track was today, speed. I know it sounds like an obvious thing to say, Crofty, but fast cars win races, and we saw that today with our winner.
De uitslag van de wedstrijd, wij winnen de grote prijs, Gasly naar P2, Hamilton naar P3 en Bottas pakt dus snel het race ronde punt. Verstappen stelt teleur, P14, oei. But regardless, let's look at the standings. En Bottas is wereldkampioen. Hamilton pakt toch nog Verstappen voor P2. En wij pakken Daniel Ricciardo voor P5. Heel goed. En we pakken ook P5 in de constructeurs. Want we hebben een punt voorsprong op Racing Point. En het heeft maar 3 punten verschil met Ferrari. Of we waren P4 geworden. Dat is heel erg knap. We zijn inmiddels aanbeland bij het normale. Even de tijdlijn. Ja. Opvullen is het eigenlijk. Activiteit tijdlijn is het. Met allerlei shit wat we allemaal gaan doen. R&D even kijken. We kunnen helaas geen updates kopen. Dat is jammer. Maar helaas. Er zijn wel een paar 2 updates. Maar ik weet niet of dat ons iets gaat brengen. Maar dat zien we allemaal in seizoen 3. Ja, 2 overwinningen gepakt. Heel goed. Dus er zit wat vooruitgang in. En ook 2 trofeeën mee naar huis genomen voor het team. Nou, die update is dus geslaagd. Wekelijks inkomen ook binnengeharkt. Sponsor. Dat allerlei dat soort dingen. For driver contract negotiations has opened. En nu moeten we gaan onderhandelen met George Russell. Hij is rating 92. Dat is heel hoog. Maar ik ga toch even kijken of er misschien iemand anders beschikbaar is. Zo niet, dan moeten we nog een jaartje met George Russell doen. Ik dacht dat hij dit seizoen wel mee zou gaan strijden. Maar dat is dus niet gelukt, helaas. Dat is ontzettend jammer. En dus wil ik gaan kijken voor Carlos Sainz of Lando Norris. Of dat soort, dat soort lui. Ik ga niet voor een Formule 2 coureur. Dat gaan we niet doen. We gaan gewoon kijken wat er beschikbaar is. Lance Stroll sowieso niet. Of Danny Kvyat kan ook, hè? Dat is ook een goede coureur. Lando Norris, hoe zit het daarmee? We hebben het geld. We hebben ruim $17 miljoen op onze bankrekening staan. Dat is heel goed om te zien. Lando Norris is 85 rating. Lando Norris is 85 rating. En George is toch hoger. 92 is hij. Jezus Christus. Wat wil Lando Norris? Helaas. Aerodynamica spec is niet goed. Dus moeten we voor iemand anders gaan kiezen. Wil Carlos Sainz dan misschien hetzelfde? Of Kevin Magnussen, dat weet ik niet. We moeten gewoon even kijken wat ze willen. En zo niet, dan wordt het gewoon onderhandelen met onze teamgenoot. Hij heeft ons bereik geaccepteerd en we gaan voor 9,1 miljoen. Gewoon wat hij nu ook krijgt als salaris voor volgend seizoen. Want de specs die heeft hij. Wat wil hij? Hij heeft hem afgewezen. George Russell wil meer geld. Het lijkt net Lewis Hamilton. Ook zo gierig. Nou, dan moeten we nog een keer Russell benaderen. Raikkonen is dus vertrokken uit de Formule 1. En wat wil hij dan? En ja, dan gaan we maar voor 9,5 miljoen. Kijken of hij dat accepteert.
Hè. Russell dus voor seizoen 3 weer een schavend racingcoureur. Dat is heel goed. We hebben nog wat geld, dus dan kunnen we gewoon gaan spenderen eigenlijk. Voor de rest van het... hoe noemen we het nou? Dat eindseizoen test. Dat die updates ook nog door zijn gekomen. Dat is heel goed. Hey boss, I think we could better manage our time by organizing some team activities. Head to the activity screen to see what we have available. Nou, Will Buxton wil dus ons interviewen. En dat gaan we dan ook even doen. Kijken wat hij te zeggen heeft. En dat soort lui, denk ik. Dat soort shit. Wat hij van ons had verwacht. En wat hij van George Russell vindt. En wat ik van George Russell vind. En hier hebben we dus Will Buxton. Let's have a little chat about the team's performance this season. Your team's had their first win in Formula 1. Is this a sign of things to come? Hadden we niet in seizoen 1 ook al gewonnen? Sponsors seem to be climbing over one another to get their name onto your car. What do you plan on investing that extra money into? Dat is een hele goede vraag. Gewoon om de betrouwbaarheid te improven. Your career comes first in your team. Nou, er zijn hier gewoon geen teamorders. Want Russell moet beter zijn best doen. Do you think you'll be able to become a challenge to the top teams in the future? Weet ik niet, daar moeten we de auto voor hebben. Your second driver seems to be. En dat kan alleen maar met een goede sponsor. Have you been focusing on their development? Nou, dat moet wel, want anders lukt het gewoon niet. Well, thanks a lot for inviting us here. It's been fantastic. Nou, dankjewel Will Buxton. Dan sluiten we zometeen gewoon de video af. En dan gaan we ons opmaken voor seizoen 3. Dat wel een langere kalender kent. Maar dat is allemaal voor de volgende aflevering. Want ik heb de eerste twee seizoenen 10 races gedaan. In seizoen 3 komt er dus 16 ronden bij. Sorry, wat zeg ik nou? Komen er 6 ronden bij. Dat is alleen maar goed. Nou, dit was dus de video, mensen. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Heb je genoten? Beloon het ervoor met een like. Ben je nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2020 My Team Career met content. Volg me even op de sociale media. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. Dit was dus Jan, mensen. Tot de volgende keer bij F1 2020 My Team Career Mode. Ga verder met een nieuw seizoen, namelijk seizoen 3. Tot ziens.